maakt me boos, het maakt me verdrietig. Eigenaren van bedrijven aan de Witteweg in Aalsmeer voelen zich gedupeerd. De provinciale weg wordt verplaatst en de huidige weg wordt afgesloten, waardoor geen verkeer meer langs hun bedrijven komt. We zijn 13 jaar geleden begonnen en hebben in vrij hoog tempo hebben we eigenlijk een hoop bereikt. En dat wordt eigenlijk door één beslissing, waar naar mijn idee niet goed over nagedacht is, in één keer teniet gedaan. En niet alleen voor mij, maar voor meerdere bedrijven. Ook de kleinere winkeliers in de Ophelialaan. Want wat is er aan de hand? Hier is aan de hand dat ze deze doorgaande weg, de N201, af willen gaan sluiten voor het doorgaande verkeer. En dat er alleen een busbaan komt met omzoomd door bomen. En waarom willen ze dat doen? Omdat er een nieuwe N201 gebouwd wordt en ze eigenlijk het verkeer om willen leggen. Wat wel heel logisch is om de druk van deze weg af te halen, maar helemaal afsluiten is eigenlijk geen optie. Er zijn er vier varianten en ze zijn nu vol van variant 4, als ik het niet verkeerd zeg. En via variant 4 is dus dat er dus helemaal geen verkeer meer gaat over, zoals die weg officieel ook heet, de burgemeester Kasteleinweg. En dat heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Bestemmingsverkeer gaat straks door de woonwijken heen, vrachtwagens die moeten laden en lossen. De Stormeerweg, dat is langs de prachtige Westeinde, is een fietsroute. Dat hebben ze speciaal gedaan om promotie van Aalsmeer. En daar gaat dan straks, nou ja, die auto's moeten ergens heen. Want waarom raakt het u? Omdat wij deze locatie aangekocht hebben vanwege de verkeer wat langskomt. Dus u bent bang dat het straks de omzet daalt als deze weg wordt afgesloten? Het feit is dat het gaat dalen, omdat mensen gewoon heel end om moeten rijden. Als je straks vanuit het dorp bijvoorbeeld naar Imansen wil, ga je niet helemaal omrijden via de nieuwe N201, maar ga je dus gewoon binnendoor. En dat is het punt wat wij proberen te maken, wat niet doordringt. En wat zou u willen van de gemeente? Dat ze eigenlijk teruggaan naar de eerste optie, gewoon met een vrije busbaan en één baan heen, één baan terug naast de busbaan als doorrijdend verkeer.